Yo guys, Glash hier met vandaag een nieuwe video en vandaag de laatste aflevering van Minecraft Story Mode episode 4. Dus dat betekent ook dat waarschijnlijk het einde van de ender van de Witherstorm gaat zijn. Ik ben benieuwd. Let's go! Ik heb ook mijn shotgunbel hier bij me. Voor de mensen die zich afvragen waar we de vorige keer waren gebleven. Oh shit. Wow, ja. Shouldn't the Endermen have dismantled those things by now? Or am I just confused? Ja, ik wou zeggen waar we de vorige keer waren gebleven, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Kijk de vorige aflevering maar gewoon. Over here. Ah, hey, Alex. Axel, you guys made it. Nice freaking armor, by the way. En waar is Eligard? Axel, where's Eligard? Oh man, you won't believe it. See, at first it all went down like you said. Ride for Zorn's fortress. Oh nee, just met amulets that, yeah. The Endermen, they're not angry enough. I mean, some of them are, but a lot of them are just standing around moving blocks. You know, being Endermen. Ah, blast! They've kept the main Witherstorm busy, but one of the smaller ones started attacking us. And Eligard ran off to fight that day, all by herself. She's fighting a Witherstorm? Alone? Yeah. I kept saying something about paying for the mistakes in the past, whatever that means. If a fellow member of the Order of the... Order of the Stone? is out there fighting, yeah. Then I belong out there too. Gabriel, no, I told you you're not who you think you are. My name is Gabriel the Warrior. And he's running the wrong way. Oh, for goodness sake. I'm not letting that idiot get himself killed! Gabriel! Come back here! Nice. Without the command block, none of them stands a chance. Say what now? Why do they need the command block? Trust me, you don't want to know. Yeah, I do. No, you don't. Okay. Hey, you guys didn't check on Petra, did you? No, we came straight here. She's still in that cave. I hope she's all right. Yeah, ik hoop het ook. She will be as long as we destroy the command block. So what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but we just go for it or what? Let's just go finish this. I don't suppose you happened to bring me any of that cool armor, did you? If I'd let you fight in that, here. Nice. I was feeling a little left out. En dat is. En what the fuck is dat? Wat moet dat voorstellen? Gewoon een glazen box rond zijn hoofd gezet. Let's go kick some command block butt. Die paard is doorstoned, die paarden. Nee, ja. En gewoon Ivar en Gabriel ineens weg. Nobody fucking cares ofzo. En nu zijn ze gewoon echt rustig door die Witherstorm aan het stappen. Ah, oké. Okay. Oh, daar gaat de fortress, vriend. Mooi gebouwd. Can anyone see the command block? We need to get more Endermen focused on the Witherstorm. How do you make Endermen focus? I can't even make myself focus. We shouldn't be here. None of this is going according to plan. Soren, what are you doing? I've really enjoyed meeting you all, but... What? Soren! Did Soren just run away? Soren, come back here! Dude, what a chicken! So much for the mighty Order of the Stone. Yeah, it doesn't matter. We have work to do. Klopt. We need to get those Endermen to attack it. Dat ik iets hoor achter mij. The tractor beam. Jesse, that's it. Make them chase you into the tractor beam. Oh wow. Ik moet eraan doen. Allee jongens. Oeps, ja, dat was per ongeluk. How do you like that, you purple-eyed freak? Zeg dat hij zei purple-eyed faggot. Oké. Okay.
Loop hier. Zo. Hij is wel manbezig. Yes, they're falling for it. Axel, are those snowballs? Yeah, I found them near the cave. Here. Alright, okay. Let's see how you like this. Okay. Uh-oh. Oh, that's well triple kill. Ooh. That's right, come and get me. Am I man, 8 beast. Fucking pussy, the fucking ginger. Okay. Nice one, Ruben. Yeah, come Ruben. Wel een beetje oppassen, hè? S. Oh. Maar ze zijn echt goed aan het aanvallen, zo moet dat gewoon voortgaan, want dat is fucking nice. That hole's big enough to get inside of. Now we just need to find you a way up. Or build you a way up. That's it. Everyone, empty your pockets. Ah, ik had nog stone. Wait, waar is Lucas? Redstone and cobblestone from Ivor's armory. I have fireworks and TNT from Boomtown. I've got pistons, repeaters, some leftover slime from the maze. I have some wool from Soul's Ah, here's it. And I still have that minecart. That's gotta be enough to make something, right? I mean, if we use the TNT on, say... A minecart? Or those pistons. And we do have all that cobblestone. Maybe we could build a ramp? Or even go straight up vertically. Wait! We don't have to build anything. Yeah. I took a potion of leaping from the witch's hut. Really? Then drink it. Okay. Jesse, look out! Ah, the beel. Ah! Axel! Lucas, pak die. Lucas, doe iets. Lucas. Lucas. I need a hand here. Yeah. I could do better than that. Hey, Witherstorm! Over here! Oh, yo, beast! Ah, ik dacht even dat hij dat niet ging halen. Good thinking, Lucas. Waar is Ruben? Eyes on me, you great big bully! How do you feel? Like I want to jump up and down. On a nice, calm savanna or something? Okay. Jesse, I know you can do this. We all okay. do. Thanks, guys. It means a lot. Now go demolish that command block. Okay. There goes nothing. That's not feel. Ruben, what are you doing? Why am I going to Ruben me? Ruben. Ruben, you shouldn't have surprised me like that. On the other hand, I'm kind of glad not to be alone right nee. now. Just stay close, okay? Oh boy. Whoa, I recognize these people. Oh, that's... Holy shit. That's fucking gruwelijk. Ah, ja, ja. Ruben, wait up! Dat is die butcher die hem wou slachten in de eerste episode. Oh my way, yo, is domme varken. Hey. Holy boy. Wow. Wow. Ja, inderdaad. Now it's time to destroy you.
Uh-oh. What the? Fuck. Ooh. Ruben, I think we made it angry. Yeah, I think so. Oh. Holy fuck. Great. Ruben, whatever happens, we have to destroy that command block, you understand? Why you? Whoa. Why didn't I always carry an enchanted weapon? Nah. I'm coming, Ruben! Okay. It's doing everything it can to protect the command block, which means I have to do everything I can to destroy it. Awesome weapon, don't fail me now. Oh my. Godverdomme. Wat? Ik had op W geduwd. Ik had zo. Concentration mode. I'm coming, Ruben. Voila. It's doing everything it can to protect the command block, which means I have to do everything I can to destroy it. Okay. Awesome weapon, don't fail me now. Who is that? Oh. Fucking hell. Slag erop. Nog een keer. Ruben is er nog zo keider hoor. Alright, new plan. Come up here and use one of those tentacles to swing toward the command block. Yeah. Stay here, Ruben. I mean it this time. Yeah. Okay. Dat kan door. Toch bedankt. Hier, boys. Het heeft allemaal naar deze moment geleid. Laatste keer jullie de Witherstorm soundtrack gaan horen. Laatste keer dat jullie hem gaan zien. Dat heuft dus binnen nu. Oh. Ruben, I thought I told you to stay put. Ga zo naar boven. Oeh. Wauw, dikke moves. Oh, dikke put. Watch my back. If anything goes wrong, I'm counting on you. Bet you can't catch me. Okay. This is on the river. Oh. He's blind geworden, of what? Why did I have to look down? No. Dat was echt zo klik. Hoe typisch kan iets zijn? Ruben, I need your help. Remember how we used to play fetch? Ja. That's it. Oh, zo schattig. Oh. Mai, waar je? Jump, I'll catch you. You did it. I knew I could count on you. Time to put an end to this thing once and for all. Ruben. Oh. Hold on, buddy. Maar moet zijn boot niet er niet af zijn? Nee! Oh my, oh.
fucking neer aan mee. Oh nee, dat is echt vies. Nee, dat is fucking... Nee. Ah, Ruben moet dan ook in het water gevallen zijn. We gaan die Endermensen wel nog altijd aanvallen, niet? There you are. Jesse, are you all right? Ja, ik wel. I thought you were... I mean, I didn't think you'd made it. Ruben, where's Ruben? I thought he was with you. Ja. You did it, Jesse. You actually did it. Ja, maar waar is Ruben? Hey, do you guys hear something? Ruben. Oh. Oh nee. Oh no. Ruben. You're a hero. You know that? You just helped save the world. Oh, fucking hell. Come on, Ruben, say something. Dieren kunnen ook iets zeggen. Oké, niet verpesten. Okay. Don't do this to me. I need you, boy. Oh, nee. Fucking erg is deze vriend. Jesse, I am so sorry. Oh nee. Echt fucking erg. De wederstorm is eindelijk kapot, boys. Nu is het... Ik leef nog, jij. Loading screen. 1 week later. Well, that's Soren. Oh, what? Waarom kun je niet meer op het podium, Lucas? People used to look at me like that once, Jesse. Having my memory restored has been both a blessing and a curse. Perhaps they deserve to be the truth of the order. All those lies we told them. Maybe I should finally come clean. Don't tell them, Gabriel. Just let them have their legend. Ik denk dat het best is. We all owe a great debt to Jesse and his friends. But I owe a debt to you people as well. Which is why... There is something I want to tell you. About the Order. Ivor had er niet zo blij mee zijn, hè? We may have defeated the Ender Dragon. But that is nothing compared to what these heroes did. They took down a Witherstorm. They are a new generation of heroes. Ja, denk dat het beste was.
Dat klopt niet echt, stond in de subtitel Jesse. Thank you everyone. I know you think I'm up here because I saved the world or something. But the truth is, I didn't do it alone. Far from it. I had my friends with me. It was Olivia, Axel, Petra, Lucas. Lucas. Ook. They believed in me right from the start. I mean, they also set me straight when my head was getting too big, but that's because they're good like that. Yeah, they really are. It's crazy to think my friends and I started out in a treehouse, and now we've been to some of the weirdest places in the world. Ja, dat is al vrij zot inderdaad. Come on, we went to the Farlands. Ja, dat is het coolste. There was this gigantic wall and a huge maze and a model of the Ender Dragon that, well, you just had to be there. But when all was said and done, you know what really mattered? Reuben. My hero, Reuben the Pig. He may have seemed like just a pig to most people, but he was so much more. And at the end of the day, he saved us all. For Reuben! Hey. Vrouwelijke Ivor staat daar. Hey, Disco Boy van Redstonia. Jesse, this Nether Star is all that remained when the Witherstorm was destroyed. Would you please do the honors? Beacon. This is gonna be so cool. Yeah. Please. Oké, dat is vrij cool, ja. Wow. My friends. Oh, mijn camera, goed zo doen. Introduce to you. The new Order of the Stone. Hey. Man, nice. Volgens mij had Magnus ook rond zijn hoofd. And so it was that a new Order of the Stone was born. One whose adventures were only just beginning. Waarom staat Lucas er niet bij? Although the world had been saved and the command block destroyed, there are many more worlds than just this one. Maar waar is Thorin? The adventures of the new Order of the Stone continue in Minecraft Story Mode episode 5. Okay, you and 43... ik ga gewoon Nederland zeggen, want ja, mijn Engels trekt op niks. Ik en 43% van de spelers hebben Lucas overtuigd om te blijven. Oké, dat is niet zoveel. Ja, ongeveer 56% heeft gekozen om stiekem in de Witch's Hut te gaan, dus van de heks. Ik en maar 13% heeft maar een Diamond Pickaxe gemaakt. Dat leek mij toch al vrij logisch eigenlijk om een pickaxe te maken, omdat dat een blokje was. Dus ja, oké. En you, maar 13,5% heeft oude armor aangehouden, dus dat van Magnus of van Elgard. Ja, dan ja, denk je vanaf welke keuze dat je had gemaakt in episode 3 natuurlijk. Ik en 48% hebben Gabriel overtuigd om het geheim geborgen te houden eigenlijk. Ik heb het gevoel dat dat niet zo'n goede keuze was eigenlijk. Ik heb het gevoel dat dat nog een nadeel gaat brengen met Ivor. Episode 4, A Block and a Hard Place. Oh, dat muziekje dat ik nu hoor. De eerste keer dat ik dat hoorde, toen was Ruben nog. Nee, dat was echt wel heel sad, eigenlijk. Ik had het niet zien
Ja, ik had wel zien aankomen dat er iemand doodging. Maar dan dacht ik eerder Elgard of zo, of Alex, zoals ik al eerder zei. Maar het is echt gewoon bruut, ruwe. En is ook nog gewoon zo heel droog in de porkchop veranderd. Zou iemand dat opgegeten hebben? Nee, denk ik niet. En eens klopt dat ook niet, want kleine pigs droppen helemaal niks in de gewone. Maar oké, Wouter is weg. Nee, nee. Dit was Minecraft Story Mode. Natuurlijk nog de extra episode. Dat zijn 5, 6, 7, 8. Oké, 5 is niet echt een extra episode, maar ergens toch ook wel. 5. Of. Dus, ik denk dat 5 wel een extra episode is. Anyway, ik heb 5 wel. Dus episode 5 heb ik. Maar episode 7, 8 en 9 denk ik heb ik niet. Dus die ga je dan nog moeten kopen. En dat gaan zij. Die ga ik kopen in de Steam Summer Sales. En dan ga ik die extra episodes kopen. En ga ik die 9 van de 10. Oftewel tijdens volgend schooljaar Let's Play. Of gewoon al beginnen in de grote vakantie. Want in de grote vakantie wil ik ook wel iets andere games spelen. En ik moet Half-Life nog net spelen en zo. En al die shit. Nee. Maar uiteindelijk, ja, het einde van de Witherstorm. Helaas is Ruben dood gegaan. Maar de steltere games, dus op zich kon ik wel een beetje voorspellen dat er iemand close dood ging gaan. Want Telltale Games, snap je? Je gaat altijd wel iemand dood in Telltale Games. Altijd. Altijd. Ja. Wat ik me echt afvraag, was ook eigenlijk wel een beetje een plot twist van Soren trouwens. En het hele plot twist gedoe eigenlijk, dat de Ender Dragon was verrijderd met een command block, vond ik ook echt heel goed eigenlijk. En de plot twist dat Soren gewoon wegliep. Want ik vraag me echt af waar Soren nu is. Heel zijn ding is destroyed. Ja, heel de eind zit vol met water. Wat zou hij nu aan het doen zijn? Misschien wordt hij wel de nieuwe enemy. Dat zou echt vrij cool zijn. Soren toch, hè? Ja, die fucking ginger. Altijd die stomme ginger altijd. Godverdomme. Nee, oké. Ja. Ik laat nou even de credits lopen, slopen. Credits! Oké, nee, maar je snapt het. De credits lopen, dat wou ik. Lopen! Nee, gewoon de credits lopen. Zoals ik altijd doe. Er stond toen Harley Quinn. Ja, er stond gewoon Harley Quinn in de Chewie. What? Sparta? Volgens mij zijn dat subtitels van de DLC's. Die er nu op beeld staan. Maar die ga ik ook spelen. En dat zijn ook weer 4 episodes. Dus hey! Ja, ik weet ook niet waarom ik deze vast heb. Zo'n stomme poster van Gameforce. Final Fantasy. Dat is zo anime shit. Snap je? Oké. Oh, are fictional. Oh, you don't say. 2015 speltje. Ah, wow, ik dacht dat mijn game aan het vastlopen was, maar Old Rap, dus dat is de volgende episode. En dit was aan de vorige. Dat is episode 5 en ik kan ook niet naar een andere episode zien. Ja, Seed Purchase. DLC. Oh, die zien er niet zo blij uit. Journey's End. Maar hier allemaal trailer gewone kleren aan. Oké. Dus ik ben wel eens benieuwd. Dus dat zijn eigenlijk, denk ik wel, dat het een beetje een soort van season 2 is, toch wel. Ja. Dus waarschijnlijk, ik weet niet, nee, denk niet dat ik een nieuwe afspeellijst ga plaatsen. Maar ik ga deze soort van Let's Play toch wel afsluiten, want de Witherstorm is dood, iedereen is weer terug blij, en snap je. Dus vonden jullie deze video en deze Minecraft Story Mode Let's Play leuk? Vast een blauw duimpje omhoog, abonneer, ik zie jou de volgende keer. En de volgende keer gaan we weer verder met Minecraft Story Mode, episode 5. En ik zeg, ciao.